De organisatie van Oerol wil dat er in 2018, wat jou het culturele haatstijd is, in het hele waadgebied vaststellings binnen. Het waad moet zou de brege wijzen tussen de Friese haatstijd en het Oerolfestival op Schilge. Dat zei directeur Joop Mulder just bij de aansluiting van het festival. Er binnen dit jaar in totaal 130.000 stakkingskaarten verkocht, like volle als vorig jaar. Er is van zomer nog genoeg plak op de campings in Friesland. De bungalowparken en andere hieraccommodaties zullen goed bezet wijzen in juli en augustus. Dat is de verwachting van recreatieondernemers. De trend van de laatste jaren is dat de meeste mensen hun vakantie let boeken. Ze wachten zich het waar op en hoop je op last minute aanbiedings. In Zwaard is voor de modernije aanpak van smargers in Bermen en Boskies in de gemeente Tjerkstadiel officieel begonnen. Die aanpak budget dat de Sontje en Dwarp in de gemeente zelfs oplossings betekenen matten om voor te komen dat de smargers op stritten bedarren. Schrijf er ik een budget voor, 25 centen voor elke inwoner. Want wie kan is uitkiezen om van de Ljouwerter voetbalvereniging RES. Ja, dat is zo mannen, stemden de leden van de katholieke club in maar de fusie met SC Bolzwart. Die wie kan in de sportieve en feestelijke activiteiten. Door de fusie is een van de grootste voetbalverenigingen van Friesland ontstaan, maar dik 1000 leden en staan 60 teams. Joen buien, mogelijk maar tonger. De noordwestenwind helpt aan, want vrij krachtig en het wordt 8 graden. Morgen de zinnen erbij, er valt hier en daar een bui, maar vooral middags is het droog. Het wordt 15 graden en er zit een matige ontkrachtige noordwestenwind.